De clubkas van Vitesse is leeg. Er is nog voor anderhalve week geld en daarna dreigt een faillissement. We moeten heel reëel zijn als er niet op tijd geld komt. En dat is alleen maar om de korte termijn even af te dekken. Ja, dan gaan we die kant op, ja. De spanning stijgt voor fans van de Amerikaanse superster Bruce Springsteen. Morgen en zaterdag treedt hij op in het Goffertpark. Hij is gewoon een geweldige muzikant, geweldige band wat hij om zich heen heeft. Wij genieten er gewoon van. En als je gaat graven op plaatsen waarin de oorlog bommen zijn neergekomen, dan kun je maar beter eerst onderzoek doen. Goedenavond. Het is langzamerhand niet meer uit te leggen. Het ene moment lijkt Vitesse gered en een dag later scheert Arnhemse club langs de rand van de afgrond. De Gelderse ondernemer Guus Franke is bereid Vitesse te kopen en te redden, maar ook weer niet tegen elke prijs. En ondertussen luidt de directie andermaal de noodklok. Het geld is op. De grote schoonmaak is al lang ingezet en ook de geldproblemen zijn al een tijdje bekend. Nu komt de club voor het eerst ook zelf met een toelichting tijdens een druk bezochte mediabijeenkomst. Een faillissement dreigt. Ik wil dat woord natuurlijk niet in mijn mond nemen, maar we moeten heel reëel zijn. Als er niet op tijd geld komt, en dat is alleen maar om de korte termijn even af te dekken, ja, dan gaan we die kant op, ja. Ook sportief kan er niets. En zondag begint John van der Brom met zijn eerste training. Slechts 14 jonge spelers hebben een contract. Verder is er niets mogelijk. Nee, het is niet aan de orde. En ik sprak net John nog. Ja, die wordt er natuurlijk helemaal gek van. En terecht. Want die barst van het energie met zijn team en die wil aan de gang. En hij heeft alles op klaarstaan. Alleen ik moet handtekeningen zetten en dat doe ik niet. De clubkas is leeg. Binnen anderhalve week is naar verluidt €1 miljoen nodig om schuldeisers, facturen en salarissen te kunnen betalen. Het komt erop neer dat Vitesse al zijn hoop gevestigd heeft op Guus Franke, geboren in Ewijk. Hij moet de acute geldproblemen bij de club oplossen. Maar daarnaast wordt hij ook gevraagd om voor de wat langere termijn een miljoeneninjectie te doen. Anders zal Vitesse niet overleven. Daar komt het wel neer, ja. Want nu nog zeggen, als we er niet uit zouden komen, wat ik er niet van uitga, want nogmaals, alle signalen staan op groen. Dan is er geen andere partij en dan, ja, dan kunnen we niet anders dan zeggen, het is over. Vitesse gaat deze week in hoger beroep bij de tuchtcommissie nu de licentie per 9 juli wordt ingetrokken. Er moet een sluitende begroting komen en een eigenaar die garant staat. Meer nieuws over Vitesse leest u in de app of op onze website. Morgen geeft Bruce Springsteen een concert in het Goffertpark in Nijmegen. Maar de echte diehard fans die bivakeren al dagen voor het festivalterrein. Sommige fans zitten zelfs al een week in een tentje. En dat alles natuurlijk in de hoop op een lekker plekje vooraan. Komt u van show 1 of show 2? Ja, show 1. Show 1, dan zit u hier meteen goed. Ja, want hier worden de felbegeerde bandjes uitgereikt die ervoor zorgen dat de security van Bruce Springsteen je morgen als eerste binnenlaat. Om je toegangsnummer te houden moet je je elke dag melden om 10 uur 's ochtends, 3 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Ik heb 222, ja, nee, dat wordt geen hele goede plek. Wel een goede plek, maar niet de beste plek. Nee, natuurlijk, die heeft nummer 1. Die staat vooraan, denk ik. Altijd jammer, tuurlijk. Je zit toch vrij aardig vooraan, tweede of derde rij of zo, ja. Overigens kamperen Ruud en zijn vrouw Sylvia, nummer 223, niet in het Goffertpark. Elke dag rijden zij van Sittard naar Nijmegen op en neer om zich te melden. En dat is een 120 kilometer ongeveer, dus een uur en een kwartier. Dan zijn we hier. En dan gaan we straks weer naar huis. Na 7 uur. En mooi vroeg komen we weer. Hij is gewoon een geweldige muzikant. Geweldige band wat hij om zich heen heeft. Wij genieten er gewoon van. Je hebt natuurlijk altijd nog het bos boven bos. Arno Meijnten uit Hoevelaken is misschien wel de grootste fan. En heeft nu, dankzij een klein zetje van de Bos, zelf een muzikale carrière. We stonden helemaal vooraan. Ja, daar hadden we de hele dag over gedaan en toen tijdens het nummer Waiting on a Sunny Day, toen trok hij mij het podium op. En dat is wel heel spannend, denk ik, echt wat overkomt me nu. En ja, het nummer Waiting on a Sunny Day is natuurlijk niet één van zijn bekendere liedjes. Dus als ik al had geweten, had je natuurlijk een beetje geoefend, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dus dan sta je daar en dan probeer je maar een beetje te horen van, oh, wat zingt het publiek? En dan ga je dat maar een beetje mee brabbelen, zeg maar. Toen
toen fluisterde hij me over van come on, East Street Band. Dacht ik, dat kan ik wel zeggen. Dus schreeuwde ik dat maar. Ja, toen gooide hij me op zijn schouders. En ja, dan sta je daar voor 60.000 man, zeg maar, op de schouders van Bruce Springsteen. Maakte toen al wel, speelde ik een beetje gitaar, maar helemaal niet dat ik dacht, oh, ik wil het podium op, wil ik wat ermee doen. Maar toen ik daar eenmaal had gestaan, toen dacht ik van ja, dit is toch wat je wil. En ja, sindsdien is het eeuwige verlang om daar weer een keertje te staan. Maar dat met mijn eigen band en mijn eigen muziek. Pas 17, sinds kort geslaagd voor het Atheneum aan de Thomas A. Kempis College in Arnhem. En nu al een wetenschapper in de dop. Want Isabella Urbanus heeft een onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen gewonnen. Voor haar eindexamenwerkstuk over vlinders. Daarvoor deed ze uitgebreid onderzoek. Isabella steekt heel wat uurtjes in haar werkstuk over het groot koolwitje. Vanaf de eerste levensfase van de vlinder. Ik had dan in elke bak 10 rupsen en dan heb ik elke dag het gewicht en de lengte gemeten. Het onderzoek ging niet zonder slag of stoot. Want op een gegeven moment ging er bijvoorbeeld ook een rups dood, want die werd ziek en dat is wel even ingewikkeld, maar dat heb ik uiteindelijk kunnen oplossen. En wel zo dat Isabel het onderzoek kan afsluiten met een conclusie. Er kwam uit dat bij een hogere temperatuur de groei en de ontwikkeling van de rups sneller verloopt. En dat kan weer zorgen voor andere problemen, maar daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Voor het project invloedtemperatuur op groot koolwitje van Isabella. Wetenschappers zijn onder de indruk van Isabella's werk. Uit honderden inzendingen wint ze de tweede prijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dat vind ik echt supercool. Ze heeft het geweldig gedaan en superleuk dat ze is genomineerd voor deze prijs en dan ook nog winnen. Ja, geweldig. De prijs is een studiebeurs van €1500 en natuurlijk gewoon de eer. En wat gaat Isabella studeren aan de universiteit? Ik ga biomedische wetenschappen studeren in Utrecht. Niks met vlinders dus? Nee, ik vond biologie ook een hele leuke studie, maar ik denk toch dat biomedische wetenschap beter bij mij past. Oud brood is vaak nog prima te eten. Dus waarom zou je dat dan niet tegen korting verkopen? Dat is het idee achter de tweede kanswinkel. Als we het weggooien, is zonde. En ik kan zoveel mensen nog blij maken natuurlijk. Een 70-jarige man is gisteren om het leven gekomen bij een crash met een zweefvliegtuig in Duitsland. De slachtoffer was voorzitter van NIAC, de Nijmeegse Aero Club. Dit is archiefbeeld van die club. De piloot die verongelukt in Duitsland had jarenlang ervaring als zweefvlieger. Het zou misgegaan zijn bij het opstijgen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. 2 doden vanmiddag als gevolg van een ernstig ongeluk op de A73 tussen Malden en Nijmegen-Dukenburg. Een personenauto werd daar aangereden door een vrachtwagen. De politie deed onderzoek waardoor de A73 deels afgesloten werd. En dat zorgde voor lange files. Oranje wist gisteren niet te winnen van Oostenrijk. En dat was op zijn zachtst gezegd een teleurstelling. Ook voor de Oranje-fans in Arnhem. Heb je er nog wel vertrouwen in? Of? Oh ja, zeker wel, zeker wel. We gaan nog steeds Europees kampioen worden. Daar ben ik van overtuigd. Afgesloten straten vandaag in Pannerden, want daar werd gezocht naar bommen en granaten. En dat is nodig om volgend jaar veilig te kunnen werken aan de weg en de riolering. En dat zoeken naar de explosieven gebeurt met een bijzonder karretje. Het is eigenlijk heel simpel. Ik druk dit knopje in. Dan begint hij met lopen en dan kleur ik eigenlijk de hele kleurpaad in. Maar hoe groot is de kans dat er ook echt iets ligt? Dat is even de vraag, ja. Daar doen we dit onderzoek voor. Dat weten we niet zeker, maar om dat uit te sluiten, of zo goed als mogelijk uit te sluiten, doen we dit onderzoek. De geschiedenis leert dat de kans groot is. Daaruit is gebleken dat na Market Garden de geallieerden rondom Nijmegen artillerie heeft opgesteld, dat het deze kant op heeft geschoten. En op basis daarvan hebben wij eigenlijk geconcludeerd dat we hier mogelijk granaten in de grond kunnen zetten. Jan Peters zoekt daarom nog even verder. En dan meten we hier de straat. En dan vanuit daaraan kunnen ze in de computer kunnen ze zien waar de verstoringen zitten. Dus iets op een bepaalde diepte zitten, kan je er wel vanuit gaan dat er iets kan zijn. Een paar weken geleden gebeurde er opnieuw een ernstig ongeluk op de weg langs het Apeldoorns kanaal. Ditmaal ter hoogte van Laagsoeren. De roep om eindelijk iets aan de gevaarlijke weg te doen was in de omgeving direct weer te horen.
Want bij het ongeluk op 9 juni raakten 8 mensen gewond, onder wie 4 minderjarigen. Een 6-jarig kind overleed later aan zijn verwondingen. Omwonenden van het Apeldoorns kanaal zijn klaar met de houding van de provincie. Ze willen dat de dodenweg snel wordt aangepakt en de snelheid omlaag gaat. Op de kanaalweg tussen Apeldoorn en Dieren zijn in de afgelopen 6 jaar 100 ernstige ongelukken gebeurd, waarbij 7 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Zij draagt niet voor niets de naam Dodenweg. Verbijsterd waren we toen eerst de hoofdweg van Kanaal Zuid naar Loenen en daarna de Loenense weg vanaf de A50 naar Beekbergen ineens opnieuw werd geadverteerd en van 80 naar 60 werd teruggebracht, zonder enig overleg. Wat maakt dat het daar wel kan? Dit zijn niet de plekken waar de meeste ongevallen plaatsvinden en deze wegen zijn ook zeker niet verkeersonveiliger dan de kanaalroute. De provincie zegt dat dat niet kan vanwege stikstofregels. De weg op die plek aanpakken zou ergens anders weer problemen opleveren. Ja, en ook vandaag was er weer een ongeluk op de weg tussen Apeldoorn en Eerbeek. 2 auto's reden op elkaar. Wonder boven wonder raakte er ditmaal niemand gewond. Brood van gisteren goedkoper verkopen. Het gebeurt al in Apeldoorn bij Yesterday. Want dat is namelijk een manier om verspilling tegen te gaan. Ook in supermarkten zie je dat producten een lage prijs krijgen als de houdbaarheidsdatum nadert. Maar het goedkoper bakkersbroodconcept waait nu over van Apeldoorn naar Arnhem. Een bakkerijketen daar opent vandaag een tweede kanswinkel voor niet verkocht gebak of brood. En met die zaadjes, dat is lekker hoor. Proeft het oud? Van gisteren? Had ik geen erg in. Het is heel goed te doen, maar cake kun je heel lang goed houden. Hier in het Arnhemse winkelcentrum Prijsikhaaf opent burgemeester Armin Arkoes de tweede kanswinkel voor brood. In deze winkel gaan we producten verkopen die over zijn van gisteren en dan vandaag extra voordelig. En waarom? Nou, ten eerste omdat er natuurlijk veel brood overblijft in de winkels. We geven heel veel aan de voedselbank, aan andere instanties. En toch blijft er nog veel over. Met oud brood geld verdienen. Het is beter dan er niets voor krijgen. Als we het weggooien, dat is zonde. En ik kan zoveel mensen nog blij maken natuurlijk. Met brood dat ietsjes voor iets minder wordt verkocht. Nou, uitstekend. En dat met 50%. Het brood van gisteren is hier een stuk goedkoper. En de bolletjes verkopen ze voor de helft van de prijs. De cake en de koekjes, daar zit de meeste korting op. Goeie actie. Maar er zijn in meerdere winkels zijn die acties voor brood, vers brood. Maar dan is de prijs toch nog te hoog. Ja, maar ja, dat is met alles natuurlijk. Dat het een beetje duur is en wordt. We hebben bewust in onze winkels 3 broodsoorten die we goedkoop houden. Zodat dit enigszins bereikbaar blijft. De grondstoffen stijgen. Het is lastig aan personeel komen. Het is echt nog ambacht. Wij maken echt alles met de hand. En wij kunnen niet het brood goedkoper aanbieden dan wat we nu doen. En dit was het Gelders Nieuws in onze app en op de site vindt u meer. En straks na het nieuws krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond. Goedendag. Ja, de zonnebril die was vandaag wel nodig, want de zon scheen veelvuldig. De zonkracht was ook erg hoog, dus je kon snel verbranden. En als we naar de lucht keken, dan zagen we slechts sporadisch een enkele wolk. Maar die zonuren maakten echt wel overuren, waarbij de temperatuur dus opliep, lokaal zelfs naar een tropische 30 graden. Nou, morgen hebben we daar ook nog mee te maken met die warmte, maar daarna gaat er echt wel wat veranderen. En dat zien we hier ook goed terug. Eerst nog dat open weertype in Gelderland, maar daarna gaan we er toch wel wat veranderen. In de loop van donderdag een toename van die bewolking, zal met name meer sluierbewolking zijn en op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Maar vanaf vrijdag gaat de wind draaien richting het westen en er wordt echt wel beduidend minder warme lucht aangevoerd. Dan gaan we niet meer richting die 30 graden en de zomerse 25 graden halen we op die vrijdag dan ook niet meer. Vanavond is het wel nog lange tijd warm, temperaturen boven de 25 graden met veel ruimte voor de zon. En er waait daarbij slechts een zwakke wind uit noordoostelijke richtingen. Vannacht zijn er ook uitgebreide opklaringen en daarin kan het uiteindelijk nog afkoelen naar zo'n 17 of 18 graden. Er staat daarbij nauwelijks wind. En slechts lokaal hebben we dan nog te maken met enkele wolkenvelden. In de steden, daar denk ik dat de minima nog een stukje hoger liggen en komen we waarschijnlijk niet onder de 20 graden uit.
Morgenochtend loopt de temperatuur dan alweer snel op naar zomerse waarden van 25 of 26 graden. Maar de wind is inmiddels wel gedraaid naar het zuidwesten en die is matig van kracht. Maar daardoor kan het in de middag nog wel opwarmen naar lokaal nog 30 graden aan de oostgrens. Tot zo'n 28 graden in het westen van onze provincie. In de loop van de dag dus wel een toename van die bewolking, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Misschien later op de dag een enkele regen- of onweersbui aan de grens met Duitsland. Dan kijken we even wat verder. Zien we op vrijdag inderdaad die lagere temperaturen met dan een graad of 22. Zaterdag tijdelijk weer wat warmer met 25 graden en flink wat ruimte voor de zon. Maar daarna een toename van de wisselvalligheid, lagere temperaturen. En dan zijn we dat zomerweer echt wel even kwijt. Tot de volgende keer.